Hey Amador. Hallo Tom. Hey Wester. Hey Tom. En hey. Amador. Hi. Het is een trifecta van gameplay commentaar. We gaan het met z'n drietjes gezellig hebben over State of Decay 2. Yes. Allereerst, is iemand van jullie, is één van jullie bekend met State of Decay 1? Nee. Oké, spoiler alert. Het is een zombie survival game die zich vooral afspeelt in een soort van grote open wereld waarin je alles kan doen waar je maar zin in hebt, zolang het maar zombie gerelateerd is en je het samen kan doen. Want je bent niet alleen in de zombie apocalypse. Het is een van de weinige zombie survival games waar je daadwerkelijk als een soort Walking Dead ook een soort community runt van survivors. Okay. Romantischer wordt het niet. De zombie apocalypse wordt niet zeer veel romantischer, behalve misschien Warm Bodies, die ene romcom. Ik denk dat wel de meest romantische zombies tot dusver waren. Dat zijn ze hier niet. Ja, maar je moet echt lekker alles samen doen en zo. Ja, nee, precies. Dat is zeker waar. Ik ben nu op weg naar een quest die ik met Dustin doe. Het kan ook Shiner zijn. Het punt is, ik heb een kleine community al gaande en we skippen even een paar stukjes door ook sowieso. Maar je ziet een beetje de open wereld, hoe je daarin rondgaat, hoe je beweegt. En het is vooral eigenlijk een game waarbij je permadeath probeert te scavengen. Dus je gaat steeds op uit. Je gaat er steeds op uit vanuit je kamp om dingen te halen. Dus dingetjes die je nodig hebt om survivors te redden, om te handelen met andere enclaves. Bijvoorbeeld, ik vind hier net een portable generator. Dat heeft toevallig dit andere kampje nodig. Dus die krijgen mij een portable generator. Heb ik weer een aantal vrienden in de wereld. En het is in feite een campagne of is het meer roguelike? Het voelt ergens wel een beetje roguelike aan, omdat er niet echt een soort van heel duidelijk narratief in zit. Het is permadeath en de gasten die je hebt en die je bestuurt, die hebben allemaal kleine, minieme verhaaltjes. En als je eentje verkiest tot leider, wat we straks ook gaan doen, dan krijgt die een soort van legacy goal en dat wordt dan je endgame. Maar de endgame hangt dus helemaal af van wie jij in leven houdt en wie jouw leider kan worden van jouw kampje. Mag ik even onderbreken dat ik de zombies er echt totaal niet eng uit vind zien? Dat mag je zeker doen. Want het lijkt een beetje alsof ze allemaal dezelfde kapsel hebben van One Direction en dan ja, en dezelfde stylist ook. Ik heb meerdere gevallen gehad waarbij Het is meer dat kapsel van die gast van Big Hero 6. Ja weet je wel. Dat is Disney-stijl hier. Ik heb meerdere gevallen gehad dat ik met twee zombies aan het vechten ben. Twee oud in die open die precies hetzelfde zijn. Ah. Dus dat gebeurt. Als je zegt ze zijn niet eng, dan moet je maar eens wachten tot de game echt pikdonker wordt in de nacht. En je een torchlight of zo? Ja, bijna wel. Dat je gaat een gebouwtje in omdat je denkt ik moet hier iets hebben. Dus dan ga je daar heel stiekem proberen erin te sneaken. En als er dan in één keer een zombie achter je opstaat met gloeiend gele ogen, dan weet je het wel weer. Oké. Maar dit was dan even een grote knockout die zijn er meerdere variaties zombies? Zoals bijvoorbeeld op een Left 4 Dead dat heeft? Jazeker. Dat is bijna regelrecht overgenomen uit het eerste deel. Er zijn de zogenaamde bloaters, een soort van eigenlijk boomers uit Left 4 Dead zou je kunnen zeggen. Er is een screamer, eigenlijk een beetje zoals The Witch uit Left 4 Dead zou je kunnen zeggen. Er is een juggernaut, eigenlijk zoals een beetje zoals de Charger. Maar er zijn wel wat verschillende soorten. Je hebt ferals, je hebt snellere, je hebt langzamere, je hebt genen die kunnen ontploffen en meer zombies aantrekken en dergelijke. Die zijn er wel, maar er zijn weinig nieuwigheden in. Wat wel iets nieuwer is in State of Decay 2 is wat je hier ziet, zeg maar mijn community. Hoe die mensen eraan toe zijn, wat hun skills zijn, wat voor traits. Deze is wel duidelijk erg aan toe. Ja, sowieso hebben ze dat heel snel. Als ze een keer een schrammetje oplopen, dan zijn ze al meteen van gelijk depressief. Ja. Maar het leuke is dus, elke survivor is eigenlijk een soort van randomly generated en kan jou verschillende feats geven, verschillende sterke eigenschappen. Bijvoorbeeld die guy net was een Halo kampioen. Er is iemand anders is goed in koken. Zij kan heel erg lang doorrennen en dergelijke. Halo-kampioen, als in de game Halo? Ja. Het is Xbox natuurlijk. Ja, dat is wel leuk. Okay. Sowieso Xbox One en Windows 10. Dus hebben ze een mooi 1-2'tje gedaan dat er iemand is een Halo-champion. Ze ziet er niet uit alsof ze heel erg hard kan doorlopen. Nee, precies. Maar dat zeg ik ook echt. Als ze een klein schrammetje hebben, dan is het al meteen zo van auw. Maar je kunt ze nog wel altijd inzetten. Je kunt elk moment, als je tenminste in een outpost of in je eigen settlement staat, kun jij overschakelen naar de personen die je wil. En dan neem je hun onder controle. En het is dus ook zo dat als een van die survivors sterft, dan is die dus permadeath kwijt. Ja. Je bent alle sterke eigenschappen kwijt. En misschien ook wel de combootjes die je hebt gemaakt. Zorgt State of Decay 2 dat je een beetje een binding krijgt met die mensen? Nee, echt. Naar mijn idee absoluut niet. Op een gegeven moment maak ik iemand een leader en ik zou mijn god eigenlijk niet eens weten hoe die heet. Ik weet van een aantal gasten van die moet ik vooral hebben voor grote scavenging runs. Die moet ik hebben voor het uitklieren van hordes aan zombies. Ja, maar dat is meer dead guy in plaats van, daar gaat Dylan. Ja, het is inderdaad een beetje dat je denkt van ik ben... Als je ik zei het ook al in de video review, als je een bepaalde survivor verliest, dan voel je je nog het verdrietigst om de stats. Niet om die persoon en wat voor tof narratief die had. Het heeft meer met het game design te maken natuurlijk dan... Ja,
Maar dat is, het game design is ook heel erg gebaseerd op randomly generated, misschien wel meerdere campaigns proberen. En niet zozeer doorloop één tof verhaal. Maar hoe vet is het nou om het nog een keer te spelen dan? Want je hele campagne hier, die hangt natuurlijk, je einddoel hangt af van hoe je speelt. Mm-hmm. Maar ja, als kun je helemaal dus totaal geen binding hebt met de personages, dan wat ben je dan de hele tijd aan het doen? Nou ja, je kunt een beetje een soort van procedural binding hebben met de personages. Omdat je, als je een endgame uitspeelt, als je op een gegeven moment de game zogenaamd de campaign uitspeelt, dan kun je een nieuwe settlement beginnen met de overlevende community van je vorige playthrough bijvoorbeeld. En dan ga je naar een andere locatie of dan pak je een andere manier van spelen. Misschien ga je wel op zoek naar hele zeldzame survivors om te recruiten en dergelijke. Hmm. Dus er is wel wat replay value, maar je moet wel oké zijn met heel veel grinden. Want dat blijft het zonder meer altijd. Ja, wat doe je nou vooral? Want ik zie vooral dat je nou al, hoe lang zijn we er bezig? 5 minuten. Vooral aan het hacken en slashen en schieten bent. Ja, terwijl ik zou zeggen dat de combat mechanics niet enorm praktisch zijn. Net als in het vorige deel is het af en toe een beetje rommelige combat. Ook in de animaties en dergelijke. Maar wat je vooral aan het doen bent is keer op keer heen en weer voor scavenging runs voor je huisje. Het is maar net als je settlement zegt van, oh, er zijn te veel zombie infestations om je heen. Ga die clearen. Of, we hebben meer voedsel nodig. Dus ga op zoek naar voedsel. Oh, er is iemand die in één keer in de radio roept van help, ik heb hulp nodig. Helemaal ergens anders op de map. Kan iemand me komen helpen. Ik betaal je ervoor. Dus het is maar net een beetje net waar de micromanaging je naartoe drijft. Ja. En grafisch gezien, we zien het nu op een klein PC-schermpje natuurlijk. Ja, dit draait op high met sommige dingen op ultra op Windows 10. Oh, oké. Want ja, laten we wel wezen, het is een beetje cartoony aangezet. Het ziet er niet echt heel realistisch uit. Maar is het grafisch ook gewoon mooi als je aan het spelen bent? Of denk je van, ik vind het te veel lijken op het eerste deel. Ik zie bijvoorbeeld deze guy, die heeft een gezicht dat je denkt van, ja, nou, dat had voor een Neandertaler door kunnen gaan. Ja. Auw. Maar ja, nee, het is inderdaad, er zit nou wel wat lipsync op, maar inderdaad, het is niet dat je denkt van, wauw, wat een mooie gezichten en wat een mooie aangezichten in de wereld. Het is net als in het eerste deel dat het kan ermee door, maar je verwacht 2018 ook echt wel iets mooiers. Vooral ook als je kijkt naar de prestaties. Er zijn nog veel pop-ups. Als je de game af en toe ziet haperen, dat is niet de opname, dat is daadwerkelijk hoe de game draait. Er zitten een aantal. Echt? Want dat wilde ik eigenlijk nog vragen. Nou, oké, die helemaal in het begin was even deze PC, die werkt met de beelden. Maar in het uiteindelijke product, als je het beeld ziet haperen of als je een soort van rare scanline ziet of je ziet wat dingen verspringen, dat is daadwerkelijk gewoon hoe de game draait. Okay, maar dus elke keer als je een nieuwe omgeving ingaat, krijg je dus die frame drops? Ja, bijna wel. Het is veel in de auto. Als je aan het rijden bent en er spannen in één keer een heleboel zombies in, dan ben je dus even de pineut. Waar we nu even naar kijken is, ik heb 2 mensen die zeg maar zo erg geleveld zijn, zo goed geleveld zijn, dat ze een leader kunnen worden. En dat is dus ook het nieuwe aspect aan State of Decay 2. Een van de weinige echte vernieuwingen is dat ik nou deze guy Shiner een leader heb gemaakt. Hij is een bouwer, dus hij kan er nu voor zorgen dat we nou allereerst een builder endgame krijgen, maar dat we dan ook wat unieke gebouwen kunnen zetten in ons settlement. En die endgame hangt puur af van wie je leider maakt. Ja, ze hebben allerlei verschillende traits die je als je leider maakt actief worden. Maar de endgame is vaak gebaseerd op de klasse die ze zijn. Dus er kan iemand een sheriff zijn, er kan iemand een warlord zijn, er kan iemand een builder zijn. Je kunt een trader hebben. En dus wat voor klasse dat is, bepaalt waar de game uiteindelijk naartoe gaat. En ik zie nou de map. Is dit de volledige map? Ja, je kunt wel naar andere omgevingen gaan. Ook vanuit de campaign waar je begonnen bent, kun je zeggen, ik wil radio zoeken naar een uitgang. En dan kun je zeg maar met je hele community uit deze omgeving trekken. Maar dit is de eerste omgeving, eentje van de 3. En dit is degene waar ik in gegooid ben. En daar ben ik maar blij bij gebleven, want ik had de hele kaart nog niet ontdekt. En ik vond hem op zich best wel oké ten opzichte van het vorige deel. De wereld, is hij netjes en leuk aangekleed, een beetje leuk om dat, want het is vooral veel grinden wat je zegt. Ja, maar dat is wat je nu aankaart, is dus ook letterlijk mijn nadeel van het eerste deel en nu van het tweede deel ook. De wereld is echt alleen maar een plek om in te grinden. Je gaat niet de wereld in om hele mooie, toffe, unieke dingen te zien. Maar geen geheimen of zo weinig, te vinden. Weinig geheimen. Je kunt op zoek gaan naar randomly generated survivors die toevallig heel zeldzaam zijn of iets. Of misschien vind je wel ergens iets in een kist dat je denkt, wauw, een nieuw wapen of iets. Maar het is niet alsof de wereld zo'n eigen personage is wat je heel erg graag wil ontdekken. Ook sowieso, we gaan heel veel dezelfde gebouwen zien. We gaan heel veel dezelfde gebouwen zelfs als het eerste deel zien. Dus gewoon een beetje copy-paste gewoon, als ik het zo klink. Nou ja, in de videoreview zeiden wij ook al, het is meer een State of Decay 1.5 dan echt een deel 2. Het lijkt te veel op het oude deel om nu echt door te gaan als een AAA-game. Het heeft nog steeds een beetje zijn
een soort van indie-achtige roots. Wat ook niet gek is, want de game komt eigenlijk van een soort van indie-uitgever die door Xbox en Microsoft is opgepakt. Ja, is een makkelijke manier om opnieuw geld te verdienen natuurlijk. Ja, ja, goed. De game is ook €30, dus het is niet voor de volle, lap, zeg maar. Ja. Maar dat kan wel een klein beetje pijnlijk zijn. Als je echt naar iets nieuws op zoek bent, of naar iets heel dieps, of je bent op zoek naar een soort van The Walking Dead, The Game, dan is dit wel heel erg veel van hetzelfde grinden, zou je kunnen zeggen. Ja, maar goed, als je State of Decay 1 niet hebt gespeeld, dan is dit op zich natuurlijk wel... Ja, dan zou dit een inkoppertje zijn dat je inderdaad... dat je dan meteen voor State of Decay 2 gaat. Want ook echt, al is want echt voor het verhaal hoef je het sowieso niet te doen. Nee, maar dat was in het eerste deel niet en dat was in het tweede deel niet. Er zijn natuurlijk wel tegenwoordig iets meer kleine subquests. Elke survivor kan zijn eigen soort van mini-campaign hebben. Bijvoorbeeld eentje wil een actieheld zijn. Iemand anders wil heel graag de stad opruimen van alle dieven en zo. Zoals we hier nou ook zien dat ik een andere kamp wat hostile was uit heb geroeid en me nu ook nog eens een keer moet verdedigen tegen de zombies die ik heb aangetrokken met de shotgun. Dat kan gebeuren. Dat zijn kleine verhaaltjes, maar je krijgt niks zo van oh wauw, ga de hele wereld redden met een cure of zo. Er is geen groot narratief waar je achteraan kan gaan. Ja. Okay. En als je flashlight gaat ineens uit, die kan ook op? Of? Nee, de flashlight zet ik gewoon even uit. Eigenlijk heeft elke survivor een beetje dezelfde dingen, maar je hebt dus wel bijvoorbeeld, één iemand is goed met de shotgun, dan wil je hem de shotgun geven. Wil je misschien iemand anders gaan laten zoeken naar de kogels en dergelijke. Dus zo is het wel een beetje, elke survivor speelt weer verschillend, maar ze hebben allemaal een flashlight, ze kunnen allemaal wat dingen meedragen, ze kunnen allemaal auto's besturen en dergelijke. Goed, ik heb er nog gelukkig geen kwijtgeraakt, maar ik weet van het eerste deel wel dat het heel snel mogelijk is dat je hele kamp wordt uitgeroeid. Dan gaat er wel een traantje weggepinkt worden, ja. Maar meer vooral omdat ik dan de stats mis, want deze guy is dan toevallig heel goed in enorm veel dingen dragen, is goed met vechten, is goed met wapens. Dat is dan typisch zo'n guy die je dan eigenlijk niet wil riskeren. Ja, maar dan wil je gewoon met deze dude het hele spel spelen. Ja, nou ja, goed, misschien ga ik dat ook nog doen, want hij leeft nog, spoiler alert. Geweldig. Maar dat is het in ieder geval voor State of Decay 2, jongens. Bedankt voor het aanschuiven. En mocht je meer willen weten als kijker / luisteraar... Ja, wat heb je hem gegeven? Zie je dat als een soort van spoiler voor de mensen die de review even gaan lezen? Ik heb de review nog niet geschreven, dus ik ga er nog geen punt op plakken. Maar de videoreview komt er wel zeer snel aan. En de geschreven review ook. En dan goed, dan weet je er meer over. Maar de punten zijn zo subjectief. Dus ik geef het een State of Decay 2. Dankjewel. Alsjeblieft.